Oh, die film is al begonnen. Ja, snel. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. En het is een bijzondere dag. Hoi. Waarom is het een bijzondere dag? Hey, ik ben onder een oksel, mevrouw. We zijn drie jaar samen. We gaan jou weer samen. Sorry. We zijn vandaag 1,5 jaar samen. Ja. En we gaan straks naar de bioscoop, maar het regent echt de hele dag al. Ja, de hele dag, de hele ochtend, de hele nacht, zeg maar. En ik keek net op mijn app en het ziet er niet echt veel beter uit. Voor de komende dag, dus dat is prettig. Ik heb een cadeautje voor jou gehaald. Alleen, er staat hier pijl omhoog, dit is de bovenkant. En ik heb een hartje getekend, maar dat kan ik niet zo goed. Oh ja, ik zie je een hartje. En ja, maar dat kan ik niet. Pijltje omhoog, dus hij moet zo. Ja, je mag hem dus niet op de kop houden. Oké. Okay. Wat me opvalt... Je zegt oké, maar ik deed het al. Wat me opvalt, is dat hij echt super licht is. Het weegt echt geen kut. En ik vind het een beetje eng eigenlijk. Ja, het is... goud, dat weegt niks. Het is een goudstomp, goudstaaf. Wil jij hem niet openmaken anders? Ja, mijn cadeau openmaken. Doe ze van normaal. Doe je het gewoon zelf. Oké. Okay. Werkt het? Het rammelt niet, het is het al licht. Het zit in een plastic iets. Je hebt er geen Barbie of zo gekocht, hè? Oh nee toch, een Barbie. Nee toch. Oh nee toch. Dat meen je niet toch? Oh nee toch. Een Barbie. Oh nee toch. Wat ben je in deze romantieke schatje. Wat leuk. Het is een baby Barbie. Het is een beertje met een roosje en een hartje. Omdat je Teddy hebt vermoord. Nee, eigenlijk omdat we 1,5 jaar samen zijn, maar... Ja, maar we hoeven helemaal geen cadeautje te geven aan elkaar. Nee. Weet ik, met Valentijn hoeft dat ook niet. Mijn Valentijn's cadeau, want jullie vragen dat wel eens. Kijk, dat is dus een beetje zo gegaan. Ik ga het heel even 1 keer uitleggen. En daarna niet meer. Ik had mijn Valentijn's cadeau, dat zijn 2 dingen. Eén daarvan kwam te laat binnen. Dus ik kon het nog niet geven, want 1 van de 2 kwam te laat binnen. En zonder die was het niet compleet. Daarna werd ik ziek en toen kwam Milan naar mij toe. En toen kwam... Was er al binnen en toen zei ik, je mag die alvast openmaken als je wil, maar dat wou meneer niet. En toen later kreeg ik de 2e ook nog binnen volgens mij loop van die week. Ja, en toen, wou je, ja, toen wilde je het nog steeds niet openmaken, want ik was ziek en dat was niet het moment om dat te doen. De 2e was nog niet binnen. Jawel, de 2e was wel al binnen. Dat weet ik wel zeker. Oh. Want die heb ik nog open gedaan toen ik ziek was. Oh. Dus, toen daarna ging Milan weer naar huis. En toen had ik hem uitgepakt. En toen wou ik hem weer op een andere manier inpakken. Dat zul je begrijpen als je het ziet. Maar toen ben ik het vergeten. En nee, toen was jij daarna ziek. En toen ben ik hem vergeten mee te nemen. Maar eigenlijk, iedere keer denk ik van... Oh ja, mijn Valentine's cadeau ligt nog op de kast. Maar het is ook niet... Ik ben heel erg bang dat als ik het meeneem... Dat ik het kapot maak. Want er moet nog iets bij. Om het te beschermen. Maar dat wil ik samen met jou nog gaan uitzoeken. Maar ja... Het is een beetje kut, dus de eerste volgende keer dat Milan bij mij is, dan kan ik het niet vergeten, want dan ligt het er al. Dus nou ja, dat is een beetje het verhaal. Goed, wij gaan lekker opstaan. Goed, je geeft dus geen fuck om mij op Vadersdag? Komt het eigenlijk op neer? Nee, ik zou nooit meer iets bestellen voor Valentijn. Nee, doe maar niet, want ik krijg het toch wel in Nee, ik zou altijd zorgen dat ik het al een week van tevoren in huis heb nu. Het is wel mijn wijze les, jongens. Geen online dingen bestellen op Valentijn, want dat is net zo rampzalig als op kerst. Ik heb ook wel eens een Sinterklaas cadeautje, die kwam toen ook 1 week te laat. Dit is niet erg hoor, schat. Ja, maar dit is wel erg. Dat ik hem in januari pas krijg, het Valentijns cadeautje? Nee, april.
Maar goed, wij gaan nu opstaan en ik hoop dat de regen wat bijtrekt. En dan gaan we er een leuke dag van maken vandaag. Ja, leuke dag! Leuke dag! Inmiddels door weer een wens zijn we aangekomen in de bioscoop. En ik krijg lekker Maltesers en Milan heeft een iced tea. En het was een heel avontuur, kan ik je vertellen. Want het regent echt pijpen stelen gewoon. Dat is echt maar naar buiten. Ja, het is echt niet normaal. Hier kun je het een beetje zien. Ja. Het regent echt heel erg hard. En zelfs de paraplu die waaide om, die klapte om. Maar Milan deed met allemaal speciale bewegingen. Ja, ik lag wel dubbel en toen ging ik tegen de wind in en toen ging ik zo steken tegen de wind in en toen kwam ik weer terug. Het was een hele bijzondere ervaring, maar we hebben het overleefd. We zijn inmiddels in de bioscoop en we gaan naar de film Paddington omdat we vandaag anderhalf jaar samen zijn. Alleen, we hebben nu nagedacht over dat het zondag is. Dus en bij zondag komen er altijd natuurlijk heel veel kinderen, want die zijn vrij van school. Dus ja, is... kijk om je heen, het is heel erg druk. Het is net de Dutch YouTube Gathering hier. Nee, maar dat is helemaal niet erg, want wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk om met jullie op de foto te gaan. En wij gaan nu lekker naar de bioscoopzaal en dan gaan we genieten van de film Paddington, want daar gaan we nu heen. En Paddington is echt een jeugdsentiment van ons, dus dat is wel heel erg leuk. En ik ben benieuwd, dus is het eigenlijk Nederlandstalig of is het wel Engels gesproken? Nederlandstalig. Nederlandstalig heb je alleen maar. Oh, nou ja, Nederlandstalig dus. Dat is wel jammer, maar ja. En mijn haar had ik helemaal leuk gedaan, maar ja, daar is geen kut meer van over. Maar we gaan er het beste van maken. Ik zie net dat mijn batterij bijna leeg is, dus dat is weer mooi. Maar het komt vast goed. Wij gaan gelijk nu doen. Yay! De film! Paddington! De deur is al dicht, Milan. Ik zie het. Gaan we er even tegen doen? Ja, naar binnen. Kunnen we nog naar binnen? Ja, ik hoop het wel. Er zou wat zijn. We zitten hier een beetje met onze zak Maltesers. Oh, die film is al begonnen. Oh, dat ben je niet, ja. Ja, snel. Loop. Oké. Ik ben in donderstelling. Of jij komt nu tot aan de film, Milan. Het is nu pauze. Ja, leuk. Alleen jammer dat het in Nederlandstalig. Voor de rest ja. Is het leuk. Ja, bij Paddington zie je het nu niet. Het begint. Hij begint, jongens. Ik zie jullie zo meteen als voor ons aflopen. Maar in ieder geval, wat ik heel snel nog wil zeggen, is bij Paddington zie je niet zo dat het allemaal geplaybacked is. Maar bij die mensen wel. En dan zie je een beetje gek uit. Maar jongens, de film begint weer. Doei. Filmsteek op het verkeerde moment en vertrokken. Dat we onze kinderen moeten beschermen. Dat doen we toch? De film is afgelopen. Wat vond je van de film? Leuk. Ik vond hem ook heel leuk. Ja, ik vond hem niet te leuk. Had ik het gevoel. Weet je, ik ben gewoon niet zo goed met films die over dieren gaan. En wel helemaal niet zo schattig zijn, maar oh mijn god, wat zie ik daar nou? Dus zie ik hem, Milan? Ik zie hem! Dad! Ik zei net toevallig tegen Milan dat ik kan niet zo goed tegen films over... Ja, het maakt niet eens of het nepdieren zijn, maar ik kan gewoon niet tegen dierenfilm. Dus ik... Ik durf ook toe te geven van mezelf dat ik een aantal keer gewoon mijn tranen moest wegslikken. Omdat ik er ook een beetje emotioneel van werd. Maar toen zei ik nog tegen Milan van, ik wil ook een pratende beer. En toen zei hij al, doe eens normaal. Toen zei ik, eigenlijk wil ik gewoon zo'n beer als Ted. Zei hij, nou, dat snap je, Ted 2 dacht ik. Ja, Ted 2. Ja, daar gaan we omheen. Kom binnenkort uit. Oh, daar staat hij, ja. Oh, dan kun je je hoofd zijn. Oh, wacht eens, kijk eens. Oh, dat wil ik! Dat wil ik! Ja... Ik ben met Teddy! Ja! Yeah! Wil je ook? Nee. Oh. Ik volg nu. Vraag jij maar. Oké. Okay. In ieder geval, we gaan nu weer... wat gaan we nu doen? De richting huis. Huis. Het is gelukkig droog nu, dus... Nee. Wel. Ah, niet zo, misschien een heel klein beetje, maar het regent niet zoals we op de Heemweg... En we hebben lekker een lolly. En we gaan dan richting huis. Ja. Let's go. Ja, let's go. Omdat we vandaag anderhalf jaar samen zijn, heeft Milan een ijsje voor ons gehaald. Deze. En die gaan we lekker opeten samen. En daarna gaan we een FIFA challenge waarschijnlijk opnemen. Wat staat vignette? Wat betekent dat? IJsgerecht. Mijn ijsgerecht. Ja, ijstaart. IJsgerecht.
Nou, hij ziet er in ieder geval super lekker uit. Wij gaan deze lekker opeten en daarna gaan we misschien wel een video opnemen. Bedankt voor je kraak ondertussen, Milan Knol. Daar heb je het ook van. Oh, je kan hem ook gewoon zo eten, ja. Gewoon zo. Oké. Okay. Niet met een lepel. Nee. Tuurlijk. Met zo'n ijsnikker. Je bent... Dan, lekker, yeah. Kijk. Romantisch, hè? Idioot. Ik wou jullie even nog laten zien hoe die eruit ziet. Maar toen had ik er per ongeluk al één hapje van genomen. Maar als je dit gewoon wegdenkt, is dit het ijsje. Yum, yum, yum. Oh, dat is mooi. Mooi licht. Lekker. Eten. Ja. Milan is aan het stofzuigen. Ook een keer in zijn leven. En wat is er nou gebeurd? Ik heb een zak opgezogen. Hij heeft een zak opgezogen. Ik word niet goed. Ja, maar dat was jouw zak ook nog. Ja. Ja, jij zuigt hem op. Ja, maar waarom leg je een sok daar ook neer? Wanneer? Waarom doe je dat? Ik weet niet waar die in zit. Schat, doe niet zo zielig. Ik was gewoon rustig aan het editen. En ineens hoor ik allemaal kabaal. Ja, je hoort ineens... Hij kan niet hier al in zitten, dat kan niet. Oh, dat, dan is het helemaal kut. Dan zit hij in de snoer, dan wens ik je heel veel succes. Ja, hij zit sowieso hierin. Maar daar heb ik wel een idee voor. Ik word niet goed. Maar wat voor idee heb je ervoor? Ik heb hier tussen mijn tet, jongen. Oh, oh. Nou. Hij kan hier ook toch nooit in, dat is zo'n kleine sok. Nou, ik had toch ook door die slurf? Nou, ga jij nog maar even lekker voelen, schatje. Daar ben je goed in. Hij heeft hem! Wat ga je nou voor move doen? Milan! Hij is erin gekomen, dan moet hij er ook weer uit. Maar hij zit hier. Ik zie hem. Kijk hè? Oh, die kun je gewoon pakken toch? Pak even iets waarmee je hem kan pakken dan. Wat dan? Ja, even een schaar of zo, of een mesje. Weet je wat je moet hebben, denk ik? Een vork. Hij heeft hem! Dit is hem, de boosdoener! De sok in kwestie! Dit is jouw sok. Die gaat meteen recoert de prullenbak in. Nou, kun je die nooit meer laten liggen? Ik ben net klaar met mijn video renderen en Milan zegt ineens: wil je hem horen rappen? Dus hier speciaal een rap van Milan. Naar ons. Dit is van vroeger, hè? Ja, van vroeger, hè? Kijk, heb ik vroeger geschreven. Bereid je voor op deze dis, want straks drink jij mijn pis. Ja, je mond staat open van verbazing, want jij bent een lelijkert en ik een lekker ding. Ik eet mijn snoep en jij straks mijn poep. Doe je mond maar open of begin met lopen. Je ziet het wel, mijn brutaliteit. Ik zie het in je ogen, je hebt wel spijt. Ik schep wel op, maar ben gewoon stoer. Ik kan alles krijgen en jij maar één hoer. Oh! Ren maar weg en ga maar ergens heen. Ga naar je mami en vraag om je speen. Rot maar lekker op en lees je SpongeBob. Of nog beter, je kabouter plop. The end. Ja, maar ik heb hier nog één. Nog één! Dit was... Kunnen we het wel handelen? Dit was Woondoos Rapdoos heet het. Hoe oud was je hier ongeveer? Okay. Check it out, dit is Woondoos. Je hebt gelijk, we wonen in een doos. Zolder Lolder is onze eerste movie. Dat was vet en super groovy. We maakten het bekend via internet. De meeste mensen zeiden super vet. Dus waarom nou geen tweede movie? Net zo vet en net zo super groovy. Woondoos kwam in actie. Het was gebeurd binnen een fractie. Remy Lol was het resultaat. Een film die bovenaan staat. Volgende keer weer meer. Bekijk het af en toe en check het elke keer. Toen maken wij video's voor Google Video. Oh, eigenlijk ben je al heel lang bezig met het hele YouTube gebeuren. Ja, toen was grappig. Google Video. Ja, want waarom kwam Milan bij dat boekje? Hij is namelijk zijn camera aan het opruimen. Dit is hoe het er nu uitziet. Hij heeft daar een of andere hok gegraven. En we zagen nog iets leuks. Ja, maar dat bedoelde ik niet. Oh, kijk. Dat had ik Enzo getekend. Close. Oké. Hier had ik jou getekend.
Close, vooral dit. Dat was mijn droomvrouw. 1 keer miljoen is knolpower. En dit is een fucking uitschrift. Wat betekent dit? De wortel van 50. En de wortel van power is knol. Knol. Zo zie je maar, wie weet komen we nog veel meer andere bijzondere dingen tegen tijdens Milan's opruimzoektocht. Avontuur. That ass, yo. That ass. Chick that ass, zo that ass, that ass. Milan can twerken. Oké, ik laat de klokje zien. Ja, maar dit is een uur vooruit, hè? Guys, het is een fijne dag geweest. We hebben lekker, we zijn... Heb je mijn mobiel en zo? Stroom is uitgevallen, zetje. Heb je mijn telefoon? Milan, heb je mijn telefoon? Heb je mijn telefoon? Ja. Oké. Nou, fijn dat alle lichten worden uitgegaan hier. Terwijl ik mijn vlog wel afsluiten, maar oké. Dan doen we wel boven dan. Hey! Hoi. Moet je hier blijven? Nee. Nee, alsjeblieft. Ik laat het niet op. Nee. Alsjeblieft niet doen. Want zo. Je gaat me eens in kut. Je doet gewoon dit. Oké. Wij gaan lekker naar bed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wel te rusten. En ik zie jullie morgen weer met een nieuwe vlog. Hey, waar is mijn handdoek? Doei doei! Niet interessant voor de vlog. Doei! Ik heb iets gebroken. Jongens! Matty heeft iets gebroken! Ik heb iets gebroken, mijn hart. Matty heeft iets gebroken! Matty, niemand cares.